De BOPO heeft vandaag het levenslicht gezien. Waarvoor staat de afkorting BOPO? Wat zal het allemaal gaan doen in de Surinaamse gemeenschap en voor wie zal het allemaal opkomen? Daarover spraken wij met de voorzitter en de ondervoorzitter van de BOPO. De launch heeft er plaats gehad in de Poa Nanisaal aan de Kampong Laan. TBN PRIMEALERT voelt u naar het volgende verslag. De BOPO staat voor Branchevereniging Ondernemers Particuliere Opvanginstellingen. Ja, en wat is dat precies? Nou, wij hebben een vereniging opgericht, of ons is gevraagd aan een aantal leden om de vereniging op te richten, omdat de noodzaak daartoe was. Ze willen ook natuurlijk bundelen en eenheid maakt positief. En daar hebben wij voor zorg gedragen. Vandaag is de launch geweest van onze vereniging. En we vinden het fijn, en ook de mensen vinden het fijn, dat ze uiteindelijk een vereniging hebben. Want het is ook niet fijn als je bijvoorbeeld wilt praten over een aantal issues die deze doelgroep treffen. Dat je met de hele groep gaat gaan naar de persoon waar je moet zijn. Dus het is fijn dat je een vertegenwoordiging hebt. Die gaat voor je praten, die gaat je pijnpunten, die gaat je zorgpunten. Die gaat ook de prettige momenten delen. En dan hebben ze ons gevraagd om daarvoor de oprichters te zijn. En we hebben ingestemd. Ja. Maar we hebben niet zomaar ingestemd. Er is heel veel werk vooraf gegaan. Ongeveer 3 jaar hebben we heel stil op de achtergrond gewerkt. Vandaar dat we dat deze mensen ons kennen en het vertrouwen min of meer er is om ons te vragen om het werk voor hun door middel van bundeling voort te zetten. Ja. En hoe zal dat zich terugvertalen in de praktijk? Nou, in de praktijk zal het zich vertalen, we gaan vandaag starten. Dan gaan we praten met de belangrijke stakeholders die direct nauw betrokken zijn bij deze doelgroep. Je moet weten dat we een wet hebben in Suriname. Dat is de wet opvanginstelling in 2014. Daaraan gekoppeld een wet early childhood standards uit 2017. Dat betekent dat we nu een wet hebben. Dan gaan we praten over de voor- en vroegschoolse educatie. En daarvoor zijn er heel veel dingen. Er zijn een aantal criteria waar je aan moeten voldoen. Wil je een kinderdagverblijf oprichten? Het zal me te ver voeren om daar helemaal uitgebreid over te gaan praten. Maar ik wil wel zeggen dat het niet even makkelijk is als men denkt van ik wil vandaag de dag, ik heb zin, ik wil een kinderdagverblijf gaan oprichten. Maar het beslaat 4 pijlers. Een van de 2e pijlers is residentiële instellingen. De 3e is de mens met de zorgvraag, in de volksmond mens met de beperking en de seniorenburgers. Dus deze vereniging wil van alle 4 zeg maar, pijlers straks opkomen en de stakeholders zijn en de spokesperson. En die andere 3 pijlers, daar gaan we nog, die ligt in de pijplijn, maar daar gaan we ons nog in verdiepen. We gaan de juiste expertise binnenhalen om te helpen die doelgroep ook te professionaliseren. En te trekken, want zij komen ook in de wet opvanginstellingen voor. Ja. En betekent het dat jullie dan dus de opvanginstellingen, de bestaande, dat die zich moeten aansluiten bij jullie als leden? Dat is in feite de bedoeling dat de particuliere ondernemers binnen de branche zich moeten bundelen. En hoe kunnen ze dat doen? Natuurlijk, ieder is vrij om dat te doen, maar het is natuurlijk raadzaam om zich te gaan bundelen, om lid te worden van de organisatie. En dan kunnen we collectief op pad gaan om dan de belangen te behartigen en dat tegelijkertijd de vertegenwoordiging te zijn van de exploitanten onder andere. En natuurlijk ook het personeel, want die mogen we niet vergeten. De branchevereniging die is er ook voor het personeel. We willen punten aanhalen zoals een salarisreeks opmaken voor het personeel. Want we weten binnen de opvang wordt er veel al gewerkt met de, hoe noem je het ook alweer, in ieder geval de met betrekking tot de salarissen, de laagste salarissen, in de meeste gevallen wordt het daarmee gewerkt. Dus daaraan willen we ook gaan werken. Ja. En is het correct, mevrouw Lucia, als ik zeg, corrigeert u mij, dat de BOPO dus dan niet anders is dan als een bond? Nee, wij zijn geen bond. We zijn meer dan een bond. Wij gaan ons profileren als een vereniging die tangible, die tastbaar, die doeltreffend zal opkomen voor haar leden. Ik sta ervoor garant dat wij zullen zorg dragen
Dat we niet op een gegeven moment dan weer zijn en dan weer lauw en dan weer warm. Nee, wij gaan met een bepaalde voortvarendheid deze taak oppakken. Daarom hebben we ook een hele goede statuut hebben we, geschreven en huishoudelijk reglement. We hebben ervoor gezorgd dat het zo dusdanig heel mooi is opgezet en zodat als ik er niet meer kan zijn of als ik er uitstap na een jaar of twee, want ik ben niet van plan om een stoomvoet te worden. Ik wil het wel graag overdragen. Wij zijn een organisatie die het anders willen doen. Wij zijn een organisatie die willen overdragen. Maar op een gegeven moment, als je het van jezelf houdt en steeds voor jezelf, dan gaat het repeteren in hetzelfde. Dan komt er geen nieuwigheid. Dus wij willen dan het gaan opzetten. Zal het mogelijk? Met hele goede statuten, dat er afspraken gemaakt worden. Wat is de follow-up als mevrouw Vingerwing er niet meer zou zijn? En dat is, daarin wil ik trendsetter zijn, daar wil ik een voorbeeld zijn. Want ik wil dat het goed komt met Suriname. Uiteindelijk, vooral deze branche, 0 tot 4 jaren, is het dierbaarste wat de ouder heeft, je kind. Je wil je kind, al werk je bijvoorbeeld als schoonmaak of je werk, waar dan ook. Je wil dat je kind goed opgevangen wordt. Al ben je bijvoorbeeld iemand met een andere taal. Als je thuis komt, dan zie je gewoon, hé, dat kind is zich aan het ontwikkelen, ook in zijn vocabulaire. Dus wij willen heel serieus dat de standaarden, of dat de wet wat de overheid ons gegeven heeft, willen we geïmplementeerd zien. Maar het is niet makkelijk, omdat je het kan hebben, maar vaak is de uitvoering daarvan, hoe doe je dat? Wat heb je nodig? Wat zijn de richtlijnen? Hoe moet ik dat doen, mevrouw Vingerwing? Ik ben op crèches gegaan, wat eigenlijk niet was zoals het moest zijn. En vandaag de dag, heel trots mag ik zijn op de dames die in de bewustwording zijn gestappen met ons anderhalf jaar. Hebben we één keer per maand, zijn we op Lararoek geweest. En daar hebben we met elkaar gebrainstormd, sessies gehouden, training gehouden met elkaar. Teambuilding, er is heel veel gedaan voordat we deden. Dus ze kennen ons. Het is niet makkelijk om te zeggen, wat je gaat een vereniging openen, maar niemand kent je. Hoe dan? Zomaar uit het hoofd. Maar wij hebben echt werk verricht om vandaag de dag deze mijlpaal bereikt te hebben. En ik denk dat het samen met de mensen die ons gesteund hebben, complimenten daarvoor. Ja. Waarmee zitten particuliere opvanginstellingen in de praktijk vooral dagelijks? Er zijn een aantal issues die spelen. Kijkt u heen en ten dagen, wat heel actueel is, zijn de verhoogde stroomtarieven. De tarieven, de contributies binnen de opvang zijn nog lang niet toereikend om alle kosten te dekken. Dus in de meeste gevallen, vooral binnen de kinderopvang, is er nog een situatie waarbij men vaak moet gaan nadenken, zal ik verhogen al dan niet. Maar wat de klant in deze, met name de ouder, vergeet of vergeten, is dat aan kwalitatief goede opvang er een prijskaartje hangt. Maar natuurlijk, men gaat ervan uit, het kindje gaat gewoon naar de opvang. Maar nee, zo is het niet. Tegenwoordig gaat men naar de opvang met de standaarden. En als ik zeg standaarden, de early childhood development standaarden worden in het programma opgenomen. En nu is er sprake van vroege voorschoolse educatie, aansluitend op groep 1, kleuterjaar, kleuter A. Dus wat de mensen, de klanten en de ouders ook moeten meenemen, daar zijn ze eigenlijk verplicht toe. Weet u dat uw kind, wanneer uw kind naar een verblijf gaat, dat er kwaliteiten zijn, dat er standaarden zijn. En natuurlijk ook de andere pijlers, vooral de mensen met een beperking. Want goede opvang is kwalitatief. Maar wie toetst de standaarden? Dat is een heel mooie vraag. Wie toetst de standaarden? Nou, vanuit het ministerie van Sociale Zaken is er een controledienst die erop moet toezien dat de standaarden nageleefd worden. Nou, de ervaring die heeft ons geleerd dat het vaak genoeg niet zo is. Wat gebeurt er meestal? De maatregelen worden toegepast na controle van het ministerie van Sociale Zaken, met name de controledienst. De maatregelen worden getroffen, maar de vraag is welke oplossingen worden aangedragen. Daar ligt het vaak spaak. Ja? Dus wij als organisatie gaan dan erop toezien dat de zaken, de standaarden die nageleefd moeten worden, op peil zijn. Zodat wanneer de controledienst komt, die ziet van,
oké, deze organisatie is in feite gestandaardiseerd door de branchevereniging, door de organisatie BOPO. Dus we hebben niet veel werk. Mocht er toch nog iets zijn, want dat kan, want waar gewerkt wordt, worden de fouten gemaakt, dan kan er alsnog corrigerend op gewerkt worden. Ja. Mevrouw Lucia, wat zijn de effecten van COVID op de branche? Ja, dat is ook een hele mooie vraag. Enorm. Wat mij van het hart moet, en dat weer heel erg zielig, is dat uit angst de ouders de kinderen thuis houden. En met alle gevolgen van dien, van wie laat je je kind? Is het betrouwbaar, een broer, een zusje, een tante, een oom? En ik kan me best wel voorstellen dat ouders grijpen naar de weg van de minste weerstand van ik laat mijn kind liever thuis. En we hebben niet zo lang geleden hebben we een online meeting gehad. Daar waren er 1 keer 80 ouders en de andere keer 100. Dus we hadden 180 ouders hebben we online eigenlijk geïnformeerd. En we hebben ze ook bemoedigd, om hun kinderen toch naar de crèche te brengen. Veel ouders hebben de kinderen afgeschreven. Waardoor een aantal van de mensen die onder begeleiding van de BOPO nu gaan zitten, die waren onder Stichting Over Development, een aantal van die de ouders hebben die kinderen thuis gehouden. En omdat we de noodzaak zagen, hebben we dan gelijk daarin gespeeld als organisatie. We hebben een online training gehouden en we hebben de ouders ook gevraagd om alsjeblieft door te betalen. Want een aantal ouders hebben zoiets van, dan zit mijn kind thuis, hoef het niet meer te betalen. Nee, maar hebben we ze ook erop gezet, de verantwoordelijkheid. Want ook de crash-ondernemer-eigenaar, die verantwoordelijkheden, die het personeel doorbetalen. Dus we hebben gepleed, we hebben gevraagd alsjeblieft en we mogen niet jokken. Ze hebben gehoor gegeven. Ze hebben de mensen gewoon doorbetaald op het moment dat ze gesloten waren. Want toen had de minister van alles dit. Hebben de mensen gewoon doorbetaald. Dus op een gegeven moment langzamerhand zie ik wel dat de kinderen weer komen. Heel langzaam.